The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Sneeuwwitje wou niet dat jij die kuste. Nee, dat was ik inderdaad. Dat, worden, ja. Dat was mij totaal niet opgekomen. Ik ben erover beginnen lezen en ineens, ik weet dat incident nog, ja. Maar ik had dat niet gelinkt met u. Ja, en ineens is ik denk, godverdomme, was dat de nee, Chris. Het leuke dus, was eigenlijk, iedereen kent de prins van Sneeuwwitje als Davy. Uh-huh. Maar hij heeft dezelfde musical 5 of 6 of 7 jaar later gespeeld met Sasha. Ja. Maar ik heb de originele gedaan en daar bestond geen video van. Van de eerste 2 musicals van Studio 100 bestaat geen videoopname. Mm-hmm. En dat was de dier. Dat was de en hoe komt dat eigenlijk? Want dat heb ik er nooit niet achter gekomen. Wat is nu de reden? Ik denk dat een Erik jaloers was. Hè? Dat moet zoiets geweest zijn. Het raar is, bij deze nogmaals, ik heb die nooit... ik ben er nooit korter bij geweest dan 10 centimeter, denk ik, om de kus te faken, omdat je al voelde in alles aan dat meisje naar lijf van, ik mag niet kussen, of zoiets. Oké, in theater, dat was toen nog de oude Elisabethzaal, bedoel, als je er even gaat overhangen, zelfs al blijf je daar 10, 15 centimeter af, dan denken ze nog allemaal dat je zijn tong aan het draaien. Snapte? Meer is er nooit gebeurd. En dat is ook gebeurd. Allee, dus dat... wel, kijk, zoiets ongeveer. Deed jij dat dan? Het zal dat geweest zijn misschien. Nee, helemaal misschien, niet. Misschien was het daarom zo moeilijk. Dan, het grappige is, de dag van de première krijg ik telefoon van de toen uitvoerende producent. Zei, ja, we moeten eens praten. Ik zeg, komt je een beetje vroeger in de Palais Royal toen nog van voor daar. Mm-hmm. Allee, een heel gesprek en zo. Je mocht Sneeuwwitje niet kussen. Dat is wel raar, hè? Ik zeg, kende jij dat verhaal? Kende jij dat verhaal? Zeg, dan wordt hij niet wakker op de... Ja, maar je moet iets anders doen. Ik zeg, maar wat? Ja. Je mocht uw Pieter insteken. Daar kwam dan de Danny Verbiest mee af achteraf. Och, dat meen de originele Samson, die kwam er mee af. Maar kent jij het originele verhaal? Dan werd ze verkracht effectief. Dat inderdaad. Dus dat was dat verhaal. Dat is exact de broeders Grimm, dat was geen feestjes. Nee, dat waren fitzakken. Maar allee, wat? En ik zeg, allee, jong, come on, meen dat dan niet? Dus ik moest dan eigenlijk met mijn hand naar mijn mond gaan, hè? De kus opgeven en dan zo op haar mond dan ook zo gezegd. En dat ze daarvan wakker werd. Zo, allee, ons hadden gaan apen, wat kopgevallen. Allee, bedoel... Mm-hmm. Die tong gaat erin. Ja, ik had mijn naam. Ik had mijn naam. Ja, het is een chance dat ik niet van vingeren noemde. Ja, maar. Dat is toch waar? Dat is toch waar? Zwat. Oh, dus, geniaal. Ja, Ik dacht in mijn eigen. Als het zo zit, ik doe die kus op mijn hand. En ik leg dat gewoon eigenlijk op haar handen. Die zo ter hoogte van haar... Vagijn. Ongeveer. Nee. En ik dacht, dan doe ik hand op hand, dan kunnen ze nooit niks van zeggen. En dan werd die wakker en heel de zaal, die lag plat. Ja, tuurlijk. Iedereen had dat natuurlijk al in de pers al volgen. Hoe is dat eigenlijk in de pers geraakt? Want dat is toch ook weer zoiets. Ja. Omdat jij, als je zegt, inderdaad, als jij nou gewoon zo je cape er wat over drapeert. Ja, dan had er niks aan de hand geweest. Dan heeft toch niemand dat gezien? Nee, maar ze wouden per se dat gebeurde. Dus ik deed dat en ik dacht nu plots van op die mond, fuck it. Ik doe dat gewoon op haar handen. En ja, het was op de première, hè? Mm. Dus alle pers zat daar. Dus maar dat was niet moeilijk. Heeft dat je zelfvertrouwen niet naar beneden gehaald, Chriske? Dat je die niet mocht kussen? Nu, manneke, echt wel niet. Allee, ik was ook mijn type niet. Ik heb veel types, maar dat is echt mijn type niet. Maar ik denk dat die waren nog maar pas... Ik heb enorm veel types, maar... Die waren pas samen ook, hè? Hey, misschien was dat... Die waren al lang samen. Ja? En heb je met een Erik daarna door... Was dat raar? Ja. Daar mocht hem wel mee kussen. Ja. Dat was wel oké. Okay. Ja, want dat verhaal... Ja. Oké, goed. Volgende punt. Het chance dat ik niet Chris van Vuistneuker heette, want dat was een probleem geweest.